Als stelsels. Ik heb er al heel veel filmpjes over, ook in oude afspeellijsten. Maar dit is som 3 uit het HAVO-VWO-boek. Ik heb deze ook van het VWO-1-boek, dus bijna dezelfde som. We gaan eens eventjes kijken. Je moet een assenstelsel tekenen met de x-as en de y-as van min 6 tot met 6. Je kunt eventueel scrollen, hè, dat je zegt, ik kijk pas bij B, dat mag je zelf weten. Nou, hoe pak je zoiets nu aan? Nou, een x-as, dat is het horizontale. Dat is de x-as. En als die 6 moet zijn, hè, van min 6 tot 6 bedoel ik, dan moet je hier beginnen, moet daar min 6 zitten, dan willen ze dat daar 0 zit en dan willen ze dat daar 6 zit. Nou, hoe ga je dat nu tekenen? Nou, dan pak je dus 12 hokjes. Oh, een pennetje. Dan pak je 12 hokjes, want hij moet van min 6 tot 6, dus dat zijn 12 hokjes. En daarvan in het midden zet je de 0. Dan doe je dat precies ook verticaal. Dan heb je ook 12 hokjes nodig met ook precies in het midden de 0. En dan heb je je assenstelsel. Let goed op, zet meteen x en y erbij. We halen anders punten af. En dat is zonde. En als je het niet meteen doet, vergeet je het misschien. Nou, dan zeggen ze ook nog van min 6 tot en met 6. Hoe pak je dat nu aan? Ik begin bijna altijd met eerst hier deze te schrijven. Eerst het gewone stukje. Ja, ik zet ze meestal aan de andere kant. Zo. Op het in moet je altijd doen. En soms laat ik ze weg, maar dat is bijvoorbeeld als jullie vliegers of zo moeten gaan tekenen. Want dan is het juist verwarrend als ik al die cijfertjes erbij zet. Maar dat moet je echt doen. En let ook goed op dat je die streepjes daar zo zet. En dat je het. Want anders dan verschuif je soms per ongeluk een hokje. Als je die streepjes niet zet en je kijkt alleen naar de hokjes, dan zit je heel makkelijk abuis. Nou, dit heb ik nu gedaan. En nu moet ik de punten erin gaan zetten. Nou, hoe zit dat nu met de punten? Je hebt horizontaal. En je hebt verticaal. De H zit voor de V in het alfabet. Er zijn veel meer manieren hoor, om dit te onthouden. Dit is er maar eentje. Dus eerst opzij, dan omhoog. Je kunt ook zeggen eerst de X, dan de Y. Maar ja, dan moet je wel weten dat dit X is en dat Y. Horizontaal en verticaal. Dit is de horizon. Zo kun je onthouden dat het horizontaal is. We gaan de punten erin zetten. Nou, dan kijken we naar B. En wat in het begin heel erg kan helpen, is dat je X en Y erboven zet. Alleen als je het lastig vindt, hè. En dan zie je, oké, ik moet eerst. Ik heb dus min 3 en min 3. Dus dan ga ik 1, 2, 3. Dit is min 3 opzij. En dan moet ik er ook nog eens 3 omlaag. Want het is min 3, min 3. Zet daar meteen een hoofdletter bij. Q is, als je het lastig vindt, zet je het in het begin gewoon erbij, hè? Dat is 3 opzij en 3 omlaag. Zo. En als je deze som nakijkt, als je deze verwisselt, of even kijken, als je bijvoorbeeld Q en S verwisselt, dan zie je dat niet zozeer in je tekening. Je moet ook even goed kijken of de letters goed staan. Nou, R is 3 en 3. Dus 3 opzij, 3 omhoog. Hoofdletter R. Niet dit doen, hè? Echt zo, hoofdletter R. S is min 3. Dus dat is 3 naar links. En nu niet omlaag, maar omhoog bij 3. Dus het lastige is even het assenstelsel tekenen. En daarna die punten is gewoon even je hoofd erbij houden. Wat is nu 0, min 5? 0 aan het begin betekent dat je er geen opzij gaat. 0 aan het begin betekent geen opzij. Oké, geen opzij en 5 omlaag, min 5. Daar zet je de T. Dit is juist 5 opzij en niets omhoog. Hè? Want de x is 5, dus je gaat er 5 opzij. Maar y is 0, dus dat betekent dat je op 0 blijft wat betreft hoogte. Dus daar zet je de U. De V is weer 0 opzij en 5 omhoog. En dan hebben we nog de W, die is min 5. Dus 5 naar links en 0 omhoog. Hè? Want dit is de I. Verwissel die niet. Let daar echt goed op. Nou, dan krijg je dus hier de P, de Q, de R, de S, de T, de U, de V, de W. En die gaan we straks gebruiken in de volgende vraag. In de volgende vraag zeggen ze namelijk, teken vierkant PQRS. Dat is dus van een vierkant tekenen van P naar Q, van Q naar R, van R naar S en dan van S weer naar P. Dat gaan we doen. Dus van P naar Q, van Q naar R, van R naar S en van S naar P. Dit is hem. En dan tot slot teken vierhoek TUVW. En daarna gaan ze ook nog vragen, is het een vierkant? Nou, TUVW. TUVW. En dan natuurlijk weer zo verder door. Is het een vierkant? Ja, het is een vierkant. En hoe zie je dat nu? Nou, dit zijn allemaal vier rechte hoeken. Het zijn vier rechte hoeken en dat heeft een vierkant. En die zijkantjes, zeg maar even, de zijdes, die zijn even lang. Deze. Die zijn allemaal even lang. En
Dit zijn allemaal rechte hoeken. Hoef je niet erin te zetten, hoor, doe ik voor de uitleg. Tenminste, bij ons hoef je dat niet erin te zetten. Dus daarom is het een vierkant. Is het een vierkant? Ja, het is een vierkant. Nou, dan heb ik hier nog een netter plaatje misschien voor jullie. Dit is hem. Ja, dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!